bij een nieuwe aflevering van Coolbox. Ik ben Tim. Ik ben Niek. Zo, de kerst zit er net op. Nou, ik heb heel erg genoten. Jij? Ja, absoluut. Ja, hopelijk hebben jullie ook een hele fijne kerst gehad. Laat in de comments even weten wat jullie gedaan hebben. Want daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar. Ja, en inmiddels hebben we nog een paar dagen tot oud en nieuw. Het is ijzig, de eerste sneeuw is al gevallen. Ja. Hopelijk hebben jullie daar ook een beetje van genoten. Maar we hebben nu zeven van tijd. En daarom gaan we vandaag allemaal leuke kerstvakantieactiviteiten doen met iemand. Ja, helemaal zin in. En vandaag is dat namelijk Eva. En Eva is 16 jaar, ze woont in Assen. Ze zit in haar examenjaar, 5 AVO. En wat ze na haar examenjaar wil gaan doen, dat weet ze nog niet helemaal. Maar ze is in ieder geval creatief, grappig en ze vindt journalistiek heel interessant. Ik weet zeker dat ze een hele leuke dag gaat hebben. Ik heb de zin in! Hey! Ik zie het zitten. Ziet ze ons al? Mijn broekzak eraf uit. Hey! Daar is ze al! Hoi, hey. Ik ben Niek van Kampje Coolbox. Hoi, ik ben Tim. Eva, hoe is het? Goed. Wat was je plan vandaag? Ja, weet ik niet. Hey. Nou, komt dat even goed uit? We hebben een hele leuke dag voor jou weer in de planning. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Maar de hamvraag is natuurlijk, hou jij een beetje van ijsjes? Jawel. Nou, je hebt een beetje warme kleding bij je. Ik hoop het. Ja, ja, okay. Klaar voor het avontuur? Ja. Let's go. Zo! Hey! Jij even overvallen, hè, toch niet? Ja. Wat, hey, heb je een beetje zin in vandaag? Ja, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Wat we gaan doen, hè? Ja. Ja. Hey, wat zijn jouw hobby's, Eva? Wat vind je leuk om te doen, behalve ijs eten? Ik hou van fotografie en gewoon met vrienden afspreken en zo. En wat fotografeer je dan? Nou, ik heb vorig jaar een best wel groot project gedaan met vluchtelingenkinderen fotograferen. Oh, wauw, echt? Wat vet. Ja, een portretfoto maken voor mijn profielwerkstuk. Oh, wat cool. Dus dat vond ik heel leuk om te doen. Hey, en Eva, jij zit in je examenjaar. En weet je al wat je daarna gaat doen? Misschien iets met Nederlands of misschien iets met journalistiek, maar... Journalistiek? Kunnen we jou vandaag eind van de dag vragen voor een recensie? Ja hoor. Ja? Want ik kan al vast verklappen dat we meerdere dingen gaan doen. Dus misschien leuk dat we na elke activiteit een kleine recensie krijgen. Okay. Van onze toekomstige journalist. Dit vind ik een topplan, Tim. Maar nu eerst, zijn we er bijna. Op naar locatie 1. Hier gaat het gebeuren. Gaat het allemaal? Kom hier staan. Kom erbij, Eva. We hebben vandaag een dag die in het thema staat van één ding, Tim. IJs! IJs! Ja, we gaan allemaal leuke dingen doen die te maken hebben met ijs. En we beginnen met het allereerste ding. Ja. En dat gaan we nu op deze hele spectaculaire manier onthullen. In 3, 2, 1, ja! We gaan vandaag een ijssculptuur maken. Lijkt je dat wat? Maar we zouden dit natuurlijk niet zelf kunnen, dus we hebben iemand erbij gehaald. Jasper. Dag, hoi. Hallo, ik ben Niek. Jasper. Hoi. Dit is Eva. Hey, leuk je te zien. Ik ben Tim. Hey Jasper. Hey. Hey Jasper. Ik zie hier een prachtig ijsblok. Wat gaan we daarmee doen? Nou, als je het leuk vindt, kunnen we eerst een ontwerpje maken. En dan gaan we uit het blok met ijs een mooie sculptuur maken. Dus als je zin hebt, kunnen we zo beginnen. Ja, dat is goed. Ja? Oké, okay, top. Aan de slag. Ik kan ook mijn hond namaken. Let op, hier komt Indy. Ik kan niet eens een hond tekenen. Dan moet ik een ijssculptuur van maken. Daar is Indy. Nou, ik denk dat we een plan hebben, toch? Of niet? Tadaa! Dit moet het worden. Hey! We gaan zo dadelijk de vormen er netjes inslijpen met de rechte slijper. Goed, hè? We gaan zo dadelijk met de kettingzaag gaan we hem de grote stukken eruit halen. Jullie lijken me stoere mannen. Deze gast. Oké, mag ik ook een stukje, Tim? Zo, jazeker. En we gaan hem nu gewoon mooi rond maken. Kijk, dit gaat meteen goed, hè? Ik praat ook een beetje hard, want ik hoor helemaal niks. Oh, shit, wow. Ik zie wel een hond in ieder geval. Ik ook. Of het Indie is, hè? Maar een hond zeker. Samen een beetje te chillen. Heerlijk. Hij is af. Dit lijkt spreken, toch? Ja. Wij hadden bedacht, dus jij mag zeggen hoe cool je deze activiteit vindt. Mag je cijfer geven tussen de 0 en de min 10. Min 10 is heel cool, hè? Een min 9,5. Zo, ijskoud! Gaat natuurlijk nooit lukken. Oké, jongens, gaan! Hey! Ja! Na een geweldige, coole eerste activiteit zijn we aangekomen bij de tweede activiteit. Wat zie je achter je?
Schaters. Waar heeft dat mee te maken? IJs. Ja. Tim, wat gaan we doen? Let op, waar denk je bij het volgende aan? Oh. Ja, ja. Curlen. Ja, ja, we gaan curlen! Geweldig, kom. Ik ben Niek. Ik ben Linda. Hey, Eva. Eva. Ik ben. Hoe? Waarom heet dit spel eigenlijk curling? Omdat we op de baan zie je allemaal kleine waterbubbeltjes. En die zorgt ervoor dat de steen binnen wrijving heeft met het ijs en makkelijk over die baan glijdt. Maar op die waterbubbeltjes gaat de steen altijd een draaiing zoeken. Want anders is hij onzuurbaar. Als hij zelf op die baan een draaiing gaat zoeken, weet je niet welke kant hij op gaat. Dus we geven hem altijd een curl. Hey, en zijn daar die veegtjes ook voor om die bubbeltjes weg te... Ja. Zo, en ik had daar maar denken dat ze het ijs glad poetsten. Ja, hebben jullie eigenlijk een idee wat het doel van het spel is? Zorgen dat hij in de midden komt. Ja, en één team kan maar punten maken. Dus in deze situatie is het 1-0 voor blauw geworden. Dat we alle stenen hebben gegooid, gaan we tellen vanuit het midden. Het is eigenlijk gewoon je de boel op ijs. Eva, jij zit bij Linde in het team. 1, 2, 3. Dus wij hier beginnen, denk ik. Doorvertellen. Oh. Man. Nee, andere kant. Jij moet ook vegen. Klaar, voor wie ben jij? Nee. Nou, we liggen er niet zo best niet voor, kan ik je vertellen. Man. Ik heb nog één steen. Dit wordt hem. Eén. Oh. Hart, hij is goed. Nee. Goed. Hey dames, ik moet jullie van harte feliciteren. Heel goed gedaan. Echt top. Gelukkig, want anders zouden we de volgende activiteit niet kunnen doen. We moeten dit natuurlijk ook nog even raten. Hè? Jij hebt natuurlijk gewonnen, jij vindt het een topsport denk ik. Maar hoe cool van 0 tot min 10 is dit ongeveer? Een min 9,8. Min 9,8. Zo, nou, dan is het echt cool. Ja, curlen op de baan is helemaal fantastisch. Wij zijn er helaas niet zo goed in. Maar ja, Eva zoals je zag wel. Kom op, let's go. Kom maar. Zo, hey Eva, wat vond je hiervan? Ja, ik vond het heel leuk. Ja? Ik vond het ook echt geweldig, maar wel echt verdrietig verloren, Tim. Hey Eva, kan je nog een paar dingen noemen die je ook kan doen met ijs? Wat je misschien nog gaat doen nu? IJs eten, schaatsen, ijshockey. Wat we namelijk als allerlaatste activiteit gaan doen is... Kom maar even. In een ijswand klimmen. Dat is heel leuk. Zo. Zijn wij ineens in. Ja, welkom op de ijsbergen van Alaska. Inmiddels zijn we aangekomen bij de ijsmuur. Tuurlijk weten wij niet hoe we deze muur op moeten klimmen. Daar hebben we hier wat voor. Anoushka. Hey. Anoushka, jij kan ons alles vertellen en leren. Ja, zeker. Ik ga jullie zo meteen inderdaad vertellen hoe we die muur tot de top gaan beklimmen. Anoushka, hoe groot is de kans dat wij hier zo meteen naar boven komen? Ongeveer 25% halve top. Oeh, nou ja, dat wordt spannend, hè? Ik ben in ieder geval doodsbang, maar laten we aan de slag gaan. Hoe gaan wij in godsnaam deze berg opkomen? Jij gaat als eerst, toch? Box? Oké, heel goed. Een soort waterval waar ik tegenop ga klimmen. Met spijkers aan mijn tenen. Je gaat gewoon als een soort trap. Zo. Probeer zoveel mogelijk je voeten op schouderbreedte te houden. Ja, iemand die moet als eerst gaan. Die rent gewoon omhoog, joh. Ja, lekker! Zo, hopla! Mijn god, waarom kan je dit allemaal zo goed? Heb je nog tips voor ons? Tim, wie gaat er eerst, jij of ik? Oh, ik ga als eerst. Oh god. Nou jongens, misschien wel het laatste item voor Kamp TV. De groot mogelijke stappen. Nee, wat? Gewoon gaan zitten. Even serieus. Ah, fuck! Oh, yo! Ik raakte echt in paniek daarboven. Was je niet ineens... Ik had het ineens dat ik dacht, holy shit, hoe kom ik hier weg? Klim even naar die top toe, anders lacht hij in ons uit naar mijn optreden, denk ik. Mooi is dat Tim dus eigenlijk ook zieke hoogtevrees heeft. Tenen. Lekker! Ja. Hey, Tim, ben je aan die muur vastgevroren of niet? Ja.
Zo, Tim, ouwe, dat ging goed, of niet? Ja, volgens mij wel. Ik vond het redelijk goed gaan. Ik vond het vooral doodeng. Wat vond jij ervan, Eva? Ik vond het heel leuk. Ja? Ja. Dat is natuurlijk de vraag. Wat voor cijfer geef je deze activiteit? -10. Ja! Ja! Daar ben ik het helemaal mee eens, want het is ijskoud hier. Ja. Anoushka, hoe heeft Eva het gedaan? Ja, supergoed. Ja? Voor de eerste keer? Echt onwijs goed. Heb je een leuke dag gehad? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, wij hebben in ieder geval ook echt een topdag gehad. En vond je dit nou een leuke video? Laat het even weten in de comments. Abonneer op KookTV, zet je notificaties even aan. Want dan weet je zeker dat je onze volgende aflevering niet gaat missen. Nee, heb jij nou ook een coole droom, een wens of iets wat je altijd al hebt willen doen? Volgende keer iets warms alsjeblieft. Ja. Dus laat het even weten in de comments. En dan komen wij jou misschien volgende keer wel verrassen. Dit was er voor nu. Ik ga snel naar binnen. Het is koud!